meteen met de bekentenis beginnen. Dit is not my cup of tea. Dit is gewoon, ja, auto hoor. Ik ben meer van de sleepers. Auto's die ja, misschien wel een beetje dik eruit zien, maar harder gaan dan verwacht. Een Subaru WRX STI, die heet geen Impreza meer, dus het is not the Impreza. De WRX STI, ja, dit is wel een bepaald uiterlijk. Best veel mensen tegengekomen met deze auto in de afgelopen dagen. Niet heel veel mensen tegengekomen die zeiden, jeetjes wat een gaaf ding. Zeg maar eerder omgekeerd. Dat zegt dan misschien ook wel iets over de mensen die ik ben tegengekomen. Want uiteindelijk, ja, dit heeft zeg maar zo zijn charme. Maar ja, het is gewoon niet helemaal mijn ding. Is natuurlijk de heritage die Subaru heeft met alle rallies die ze hebben gereden en wereldkampioenschappen gewonnen en nou ja, mooie rallies die ze eerste zijn geworden en dat soort dingen. En de WRX STI bouwt daar natuurlijk op voort. Symmetrisch vierwielaandrijving, maar met alle knoppen kunnen we dat een beetje aanpassen. Natuurlijk weer een boxermotor, maar wat wel weer knap is, hij klinkt niet heel erg als een boxermotor. Eigenlijk is dat vooral heel erg jammer en niet zo erg kan niet. Die mooie roffel. Ik denk toch wel terug aan de Alfa 33. Dan kwam er iets voorbij en ik dacht, oh, dat klinkt goed. Dan was het een Alfa 33 1.4, dus dat ging eigenlijk niet zo heel erg hard, maar het klonk wel mooi. Dat had Subaru wel beter kunnen doen. Beter moeten doen in mijn ogen. Dat geeft gewoon weer een beetje beleving. Dit is nou ja, niet zo saai als een standaard viercilinder, maar ook weer niet heel erg bijzonder. Verder natuurlijk echt heel krachtig, 2,5 liter groot, 4 cilinders dus, 300 pk, 407 Nm koppel, alhoewel je dat er ook weer niet altijd aan afvoelt. Hij heeft wel wat toeren nodig om een beetje kracht te hebben. Onder de 3000 toeren, nou ja, gebeurt niet zo heel erg veel. Er zit waarschijnlijk al een vrij forse turbo op. Wat gunstig is voor als je zeg maar nog wat aanpassingen zou willen doen op een gegeven moment aan deze auto. Waarschijnlijk als je gaat tunen kan je heel veel extra eruit halen. Dat is ook wel de charme van deze auto. Moet misschien ook wel als je een WRX STI koopt. Volledig potentieel eruit halen dat je gewoon hem direct gaat verbouwen. Uiteindelijk helemaal niks mis. 5,2 seconden duurt de sprint naar de 100. De topsnelheid 255 km/u. En dat is in ieder geval hoger dan de CO2-uitstoot. Want die is slechts 242 gram per kilometer. En dan het rijden. Ja, eigenlijk is dit een auto die je over 10 jaar moet kopen. Want dan, door de global warming, krijgen we meer neerslag. En vooral meer sneeuw in de winter. Dan is dit de perfecte auto. En je hebt een differentieel wat je zeg maar, kan blokkeren. Dus dan krijg je voor losse ondergrond meer grip. En je kunt het diff ook nog handmatig instellen. En dat is voor mensen die Kevin heten en professioneel rallysport bedrijven. Op zich wel mooi. Aan de andere kant, ja, op asfalt is dit gewoon een auto met vierwielaandrijving waarbij er in langere bochten eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. Dan volgt hij gewoon zijn koers. In kortere bochten voel je wel meer van het differentieel. En dan wil je ook wel een beetje achterkant zeg maar, wegduwen, maar het wordt nooit een driftauto op asfalt. Tenzij je zeg maar, echt suïcidale neigingen hebt en de snelheden wilt halen die daarbij horen. Blijft er iets ook wel irriteren aan deze auto. Er zijn ook kleine dingen zoals het interieur, of eigenlijk is dat best groot natuurlijk. We hebben wat carbon sierstrips, maar het is uiteindelijk allemaal niet heel erg chic. Navigatie, waarvan ik vermoed dat het ja, ook wel aftermarket is te krijgen, alleen dan staat er geen Subaru op, maar een noem een willekeurig ander elektronica meer, werkt wel oké, maar ook weer niet super. En dan is er nog het puntje van de prijs. In België kost hij ongeveer 42 mil. Redelijk concurrerend. In Nederland kost hij 34.251 euro. Dat is de kale prijs. En daar komt dan nog bovenop 34.551 euro aan BPM.
plus een beetje btw. En dan wordt de totaalprijs 75.995 euro. Dat is wel heel duur. Dat is zeg maar volledig uit de marktprijs duur. Want deze auto zou moeten concurreren met, nou ja, de Golf R, Audi S3, die dan ietsje duurder is waarschijnlijk in België. Nou ja, Lancer Evo, die wordt niet meer gemaakt, maar een beetje hot hatches net even daarboven. En dan kan je deze natuurlijk nog wel heel erg aanpakken of laten aanpakken met veel extra pk's. Maar in Nederland concurreert de WRX STI door de prijs met, nou ja, dikke Audi S4 aangekleden, Mercedes C-klasse, BMW 3-series, Porsche Boxster met een paar opties. Alhoewel je dan natuurlijk niet die vette spoiling hebt, dat dan niet.